tegenrijdt, ja, dat is... Ja, dit is eigenlijk voor onze gemeente een ja, toch wel lang verwacht en in zekere zin ook heugelijk moment. De plaatsing van de eerste ANPR-camera's uit een netwerk dat wij gaan opbouwen, waarbij dit een fase 1 is. Fase 1 behelst het opstellen van camera's op 3 locaties, waarvan dit de humaniteitslaan er 1 de eerste is. De tweede is de postweg in Vlezenbeek aan de grens met Anderlecht. En de derde, de Bergse Steenweg, ook aan de grens met Anderlecht. Dat zijn dus ANPR-camera's. Wat betekent dat? Dat zijn camera's die een automatische nummerplaatherkenning hebben. Die nemen een foto van elk voorbijrijdend voertuig. Dat zijn er heel wat, zoals je hier kan zien. En die foto is niet enkel een beeld van de wagen, maar leest ook automatisch de nummerplaat. En aan de hand van die nummerplaten kan dan verder gedetecteerd worden wat nodig is. Wat belangrijk is in de eerste plaats voor de gerechtelijke politie om een aantal onderzoeken te kunnen doen. Bijvoorbeeld niet betaalde verzekeringen, auto's die geseind zijn enzovoort. Op de tweede plaats is het ook belangrijk in de toekomst naar verkeer toe, dat wij een aantal snelheidscontroles daarmee wensen te doen. Een trajectcontrole op de Lennikse baan, dat is dan fase 2. En hier ook aan de humaniteitslaan naar de Fabriekstraat toe richting Lot willen wij digitale vrachtwagen sluis maken. Dat wil zeggen dat wij gaan controleren of vrachtwagens die enkel lokaal verkeer mogen zijn, of dat dan effectief gerespecteerd wordt in deze zone.